met z'n allen. Hoi! We hebben bij de vorige Q&A video hebben we jullie gevraagd om jullie beautyvragen te stellen en die gaan we vandaag beantwoorden. Dus we hebben een aantal uitgezocht en die gaan we onze antwoord op geven. Ja. Yes. Yes. Oké, okay, let's go. De eerste vraag. Wat voor make-up droegen jullie toen je 10 was? Niks. Niks. Nee. Dat is wel heel jong. Nope. Ja. Om daarop in te haken, wanneer begonnen jullie met het dragen van make-up? Ik begon volgens mij toen ik een jaar of 12, 13 was ongeveer. Ja. Ja, maar dan minimaal. Ja, en lipgloss, doorzichtige lipgloss. Ja, 13 zoiets. Ik ook rond die leeftijd. En dan was het ook met mascara. Ja. Ja, en ik denk dat ik pas een feestje jaar... denk ik het ook. Dan denk ik iets meer op een feestje. Ja, maar dan kan je zo meer. Ja. Ik denk dat ik echt oogschaduw en zo en dat soort dingen begon te dragen toen ik een jaar of 16, 17 was. Maar ja, veel eerder absoluut niet. Ja, ja, full face 17 zo. Ja. Over leeftijden gesproken, die vraag kwam ook heel vaak. Ja, wie? Jij bent echt 14. Ik ben echt 14. Dus geen grapje. Geen grapje. Anders moet je je ruimen. Anders moeten ze de paspoort een keertje gewoon laten zien. Kijk, blijf. De volgende vraag was, wat is je favoriete budgetproduct? Ik heb het toevallig bij me. Voor mij is dat de Catrice Infinite Shine Lip Gloss in de kleur Pink Up Your Life. Dat is echt de ultieme roze lip gloss die je gezicht echt helemaal stralend uit laat zien. Mijn favoriete budgetproduct is de Essence All About Matte Poeder. Deze matteert het gezicht heel erg goed en hij is heel erg goedkoop, dus vandaar. Ik heb mijn favoriete niet bij, maar welke ik zelf heel erg fijn vind is van Catrice. Is ook een klein paletje waar je twee kleuren voor je wenkbrauw in hebt. Nee, die wilde ik ook zeggen. Hij is heel goed. Ja. Die is echt heel goed. Een beetje lichtbruin en donkerbruin. Ja. Ja, voor mij eigenlijk iets uit Londen. Dat is de collectie in 2000. Yes! Ja! Die is zo goed. En verder uit Nederland. Ja, ook dat wenkbrauwkitje vind ik ook echt heel erg goed. Ja. Ja. Als ik dan toch nog iets moet zeggen, is het waarschijnlijk mijn highlighter van Kiko, die 3 euro. Ja, en ik heb er iedereen aan geholpen, maar hij is echt geweldig. Ja. Die ken ik niet. Allemaal die moet je kennen. Ja. De volgende vraag is, wat is de beste mascara? Mijn favoriete mascara is de Max Factor Clump Define Mascara. Jullie? Nou, ik heb eigenlijk niet echt de beste mascara gevonden. Ik wacht nog even. Yet to come. Ja. Ik heb de Estée Lauder Sumptuous Mascara. Dat is echt mijn favoriet. Nooit gevoeld. Ik twijfel tussen twee. Of de MAC Studio Fit Lash of de MAC Factor Masterpiece Mascara. Veel MAC Factor. Ik ben echt dol op de False Lash Effect Mascara. Dat is echt voor mij de allerbeste. Ook van MAC Factor. De volgende vraag is, als je nog maar één make-up product mocht gebruiken, welke zou je dan gebruiken? Eén ding waar ik niet zonder kan, is foundation. Ik ga bijna nooit de deur uit zonder foundation, omdat ik gewoon niet een hele mooie egale huid heb. Maar dat is gewoon iets wat ik zou doen. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ik zie er altijd meteen een heel stuk wakkerder, frisser en gewoon beter uit zonder, met foundation. En terwijl ik zonder foundation niet eens zo'n hele onrustige huid heb, maar foundation zorgt gewoon voor dat Egaliseert het gewoon wat beter uitziet. En als ik dat al doe, dan heb ik meteen heel ander gezicht. Dus noods een beetje concealer, daar zou ik ook wel mee kunnen leven. Ja, maar in ieder geval foundation. Ja, iets voor een dekking. Ja. Ik twijfel heel erg tussen of foundation of highlighter. Want ik ben echt een grote highlighter. Ja, dus echt, zonder highlighter bestaat mijn gezicht kan niet. Ja, geen shit. Ja, ik zelf niet. Highlighter is cheap bones. Highlighter, alles. Ja. Ja, ik vind hem ook lastig. Ik denk dat ik voor de highlighter ga. Ja, ik ben ook ik ben zo'n fan van highlighter. Ja, cool. Ja. Nee, ik denk dat ik hoe meer hoe beter. Ja. Ja. Ik denk dat ik echt toch voor mijn wenkbrauw zou gaan. Ja. Ik heb geen hele moeilijke wenkbrauw. Dus dat we het. Ja, wat je bedoelt, ja. Maar het maakt zo'n verschil voor je gezicht. Ja, dat is iedereen. Ja, dat heb ik ook wel. Ik zie er een beetje somber uit als ik geen werkbal in wil. Ja. Volgende vraag. Hoe lang doen jullie over je make-up? Bij mij verschilt het meestal 5 tot 10 minuten of zo. Maar als ik echt een feestje heb... 5 tot 10 minuten? Wauw. Nee, maar dat is mijn snelle dagroutine. Zeg maar. Als ik echt een feestje heb of zo, dan 20 minuten, een half uurtje soms. Ik denk dat ik toch wel minimaal op een kwartier zet. Op 's ochtends. Oh. Minimaal. Nee, ik doe er nog 5 minuten bovenop. Ik denk dat ik 20 minuten doe. En dat is zeg maar gewoon alles. En soms heb ik ook wel een snelle look, maar zelfs mijn snelle look duurt nog 10 minuten. Maar je hebt er ook gewoon zen van of zo. Ja, ja, dat heb ik wel. Ja. Het is wel echt een ontspanning. Ja. Ik doe er ook ongeveer 5 tot 10 minuten over als ik 's ochtends snel klaarmaak.
Maar als ik bijvoorbeeld 's avonds ga stappen, dan heb ik echt wel 20 minuten en een half uurtje nodig om echt gewoon alles perfect eruit te laten zien. Ja, ik heb ook 5 tot 10 minuten 's ochtends. Maar heb je ook echt over make-up niet over haar? Nee. Ja, echt enkel haar, alleen make-up. Haar. Dit is trouwens echt alleen make-up. Over haar zit er nog niet bij in. Nee, maar ik daar nog over extra. Ja, over extra make-up. Ja, ik ook. Het douche komt mij niet. Ja, als ik het douche normaal doe, ik nooit zo mijn haar droog heb. Wow, jongens. Ja, ik ben daar echt heel makkelijk in. Spray er wat conditioner of spray in conditioner. Serum ben ik laatst gaan drogen. Maar ik ben er nog niet. Mijn haar veulen doet het al een uur. Ja, dus tussen veulen en daar een krul en daar niet en daar wel. Nee. Kan even zitten of zo. Tjak! Ik had weer mijn onderuit gezakt. In de volgende video heb ik mijn onderbuik. Doe maar in de video. Nee. Oké, volgende vraag. Wat is je all-time favoriete parfum? Begin jij. Oh, begin ik. Ik twijfel een beetje. Ik vind Daisy Eau So Fresh van Marc Jacobs. Van de Eau So Fresh. Die is het lekkerste. Of Chanel Coco Mademoiselle, is dat goed? Oh ja, die is lekker. Ik heb hem een tijdje niet meer gedragen, maar die vind ik ook heel erg lekker. Mijn favoriete parfum is Victor & Rolf Flower Bomb, sowieso. En Lancôme La Vie Belle. Nou, ik ga daar gewoon voor Daisy van Marc Jacobs. Vind ik ook heel lekker. Voor mij Givenchy, Ange Eau de Mon Secret. Het is echt mijn signature girl. Ja. Die heb ik heel vaak voorbij gesteld. Nou, ik ben echt nog steeds gewoon helemaal gek op Alien. Dus dat is mijn favoriet. Alien. Ja. Die is ook heel aanwezig. Je herkent hem echt. Je herkent hem gelijk. Of je bent er wel lekker of je niet lekker. Ja, wat er aan de hand is. Je kan er niet tussen. Nee, trouwens. Nou, dat waren de beautyvragen die we nu hebben beantwoord. En we willen nu heel graag van jullie weten wat jullie heel graag op fan willen zien. Natuurlijk wat voor video's wij maken, themaweken. Laat jullie ideeën achter bij de comments en dan gaan wij daarmee aan de slag. Ja, we vinden themaweken heel erg leuk. Ja, en volgens mij jullie ook. Dus we willen heel graag jullie input horen. Laat je ideeën achter. En liken en abonneren. Ja, delen. Alles. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!